RKC moest eraan geloven. Cambuur moest eraan geloven. En nu gaat de Treffers er alles aan doen om ook de Graafschap uit het bekertoernooi te knikkeren. Thomassen. Ja, dit is absoluut geen buitenspel. Vlijten. Heeft Fortes eigenlijk als enige tegenstander bij zich. Je zou zeggen, probeer hem maar eens op te zoeken. Kijken of er wat van te maken valt. Dat kan zeker. Maar nog net verdedigd voordat Langeveld uit kan halen. Verlengd door Haan. Voorzet van Schouten en de eerste kans voor de Graafschap. Balletje in het zijnet. Vlijten. Hillen. Zo, Hillen is veel te laat. Maar Hillen blijft zelf liggen. Vlijten geen buitenspel. Dit moet 1-0 zijn, maar dat is het niet. Hij krijgt het niet langs Jurjes. Derde keer al dat de Treffers zo doorkomt. Via Vlijten. Bij de eerste paal. Bal verlengd en die gaat er wel in. Die zit er niet in. Ongelooflijk. Nog grotere kans dan Vlijten zojuist had. De Graafschap ontsnapt voor de tweede keer. Hier hoort Jurjes helemaal geen kans te hebben. Aan de andere kant Korte. Heeft het nu al drukker dan hij zal hebben gedacht, denk ik, voorafgaand aan dit duel. Ja, al weet je het bij de Graafschap nooit natuurlijk dit seizoen. Oh, die bal valt. Nog vrij listig. Dat was Korte weer. Het zijn de mannen overrechts die het dus voor de meeste gevaar zorgen. Vlijten en Korte. Aanwerk zeggen, drie slagen de ronde voorin. Korte geeft mee, Brittijn. Bal richting Eunal. Is goed, Eunal met de controle. En het doelpunt, prachtig gedaan. De 18-jarige doet het maar weer eens. De voorzet van Brittijn, de afronding van Eunal. En de Graafschap op voorsprong. De rust is bewonderenswaardig. Korte. Voorzet. Schiet door tot Buettner. Oh, balletje terug. Moet maar durven. Vertrouwen we het meevoetballen van Cornelis. Dat is terecht. Boeiaglaven. Dit is keurig. Lijkt geen obstructie ten opzichte van Den Dekker. Dus mag de Graafschap door. Oh, lekkere bal. Korte. Absoluut uitblinken bij de Graafschap. Maakt er 2-0 van. Na de 18-jarige is het hier een routinier die het doet. Dat hij het doet in deze wedstrijd is geen grote verrassing. Was in de eerste helft al de beste bij de Graafschap. En in de tweede trekt hij dat door, in ieder geval door, dus met voldoende dreiging. Veel mensen die inlopen. Vrije trap die richting Jurjes draait. Krijgt hij hem net tussen Jurjes en de verdediging in. Ja, dat lukt heel aardig. De koppel is dan niet goed. Fortes. Krijgt hem terug, Buettner. Buettner op Korte. Schouten. Goeie aanval, de Graafschap. Voorzet is goed en de kopbal daar, Benschop. Het is 3-0 en daarmee zou het beslist ook moeten zijn natuurlijk. Er valt eindelijk weer eens wat te juichen op de Vijverberg. Opening van Buettner goed. Korte die hem prima meegeeft. Schouten die hem prima voorgeeft. En Benschop komt makkelijk voor zijn man. En kopt de Graafschap op 3-0. De Graafschap wint met 3-0 van de Treffers. De eerste helft was beter van de ploeg uit Groesbeek. Maar na rust was er een veel overtuigender de Graafschap. Met doelpunten van Eunal, Korte en Benschop. Plaatst de Graafschap zich voor de derde keer in de clubhistorie pas voor de kwartfinale.